uitslag vastgesteld. Corona update. En hoe verder met het onderwijs? Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het Centraal Hoofdstembureau heeft de uitslag van de verkiezingen in Suriname vastgesteld. Er was veel belangstelling voor de openbare zitting in Sanabudaya. Alle Surinaamse politieke organisaties mochten aanwezig zijn. Maar door de COVID-regels mochten ze maar met 2 personen komen om te horen wat de definitieve uitslag nu is. De presentatie van de resultaten zal lopen volgens het protocol dat wij binnen CAS gebruiken, dat de verantwoordelijken voor de separate districten, 10 districten, hun aandeel voor hun rekening nemen en daarna kom ik met een totaal overzicht. Als ik deze woorden uitspreek, dan verklaar ik deze vergadering dan ook voor geopend. Er is niets veranderd in de zetelverdeling. Een zetel is een plek voor een persoon van een politieke partij die dan lid wordt van het parlement. De VHP blijft de grootste partij met 20 zetels. Verder heeft de NDP 16, ABOP 8, NPS 3, BEP 2, NPL 2. En dat brengt ons op 51 DNA zetels. Voor de districtindeling kunt u nog even gauw nakijken. Dat is net ook al gepresenteerd. Nu dit vastgesteld is, moeten alle kandidaten die gekozen zijn binnen 2 weken aangeven dat ze de uitslag van de verkiezing accepteren. Dat is onderdeel van hun officiële toelating. De eerste vergadering is nu gepland op 29 juni. We hebben geen aanleiding gegeven tot de uitslag. Die nemen we dus mee. Er is 1 bezwaar dat aangeeft dat een resort zou zijn verwisseld of overgeslagen. Wij nemen dat ook mee en zullen dan tot nadere procedering van de uitslag overgaan. Wat is nu het gevolg? Het gevolg is dat deze procesgebouw op zo kort mogelijk termijn bezorgd zullen worden bij de president, het OKB. Nu moet alleen het onafhankelijk kiesbureau de verkiezingen bindend verklaren. Zij vergaderen vrijdag, ook in het openbaar. Dan worden de verkiezingen ook officieel afgesloten. Er zijn mensen beter geworden, er zijn besmettingen bijgekomen en er zijn ook een aantal mensen overleden. Suriname is in de ban van het coronavirus. Elke dag is er weer een verandering op de COVID-website. Gelukkig neemt niet alleen het aantal besmettingen toe. Ook mensen die niet meer ziek zijn worden aangegeven. En terwijl we hier bezig zijn met de persconferentie is de teller gestegen van 175 naar 177. Wil zeggen dat er nog 2 besmette gevallen erbij zijn. Ook moeten we mededelen dat er 48 mensen reeds genezen zijn. En zoals eerder aangegeven bij de start van deze persconferentie, jammer genoeg 4 doden te betreuren hebben. Door de epidemiologen, dat is een moeilijk woord voor medische mensen die zich bezighouden met epidemieën, is er een uitleg gegeven hoe en waar de besmettingen plaats hebben gevonden. In Suriname heb ik de periode die wij eigenlijk nu hebben gehad vanaf 16 mei, toen we dat geval een illegale Braziliaan die in de boot was getest. Daar begon de tweede episode bij. En het steeg, zoals in de meeste landen, zoals het vaak gaat, ging het langzaam naar boven. Maar plots rond 30 mei zie je ineens een hele grote stijging. En dan weer nog een grotere en dan zie je toch dat het langzaam naar beneden gaat.
Nou, dan heb ik nog even het beeld van COVID op de kaart van Suriname. En u ziet op deze kaart dat het voornamelijk in Paramaribo het aantal gevallen is. Daar is het aantal gevallen het hoogst. U ziet een heel klein vlekje helemaal in het zuiden. Ik denk misschien dat het bij die kaart hoort, maar nee, dat groene vlekje daar, dat is een kleine, dat is een outbreak in een dorpje. Als we hier kijken, dan zien we nog meer ingezoomd. Dan zien we dus eigenlijk dat het geval zich meer in het noorden van de stad op Noord, dat daar eigenlijk toch wel de grootste concentratie van gevallen is. En daar kunt u dus zien hoe snel die verspreiding plaatsvindt als u zich niet, houdt aan deze, regels, aan deze voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw dierbaren te beschermen. Elke keer dat u geen rekening houdt met anderhalve meter afstand. Elke keer dat u geen mond- en neusbedekking opzet. Elke keer als u gewoon niest in de ruimte, hoest in de ruimte. Als u het toestaat dat uw broer, uw zuster, uw neef, nicht, noem maar op, een mattie van u vanuit de buurlanden naar binnen komt, illegaal, en u maakt er geen melding van. Bent u ook debet eraan, zorgt u er ook voor dat die besmetting doorgaat, dat die verspreiding daarvan doorgaat. De 2 weken total lockdown duurt nog een paar dagen. Het team verwacht dat ieder zich aan de maatregelen blijft houden. Na de 2 weken total lockdown krijg je te horen wat de volgende beslissingen zijn. Ga je nu wel over of toch niet? Is het nu vakantie of moet het nog beginnen? En wanneer begint het nieuwe schooljaar? Nu kinderen al vanaf maart thuis zitten, vragen zij zich af hoe het nu verder moet. Natasha Benanon is de directeur van onderwijs. Zij zit samen met haar collega's na te denken en uit te werken hoe het nu verder moet met het onderwijs. Voor die lagere leerjaren, en dan gaat het om de lagere leerjaren op alle niveaus, daar heb ik het over het basisonderwijs, ik heb het over het VOJ-onderwijs en ook het VOS-onderwijs, daar zijn we er min of meer al een beetje uit. Bij deze groep kunnen we dan makkelijker de leerstof die gemist is of onvoldoende aan de orde is geweest, overhevelen of zeg maar uitsmeren over het jaar daarop. Dat is dus voor de kinderen die geen examen moeten doen. Maar voor de groep die dit jaar eindexamen zou doen of zouden moeten springen, dat kost nog wat meer werk. Ten aanzien van de examenklasse, daar zitten we in feite mee. Ik zei het al eerder, daar zijn wij nog niet helemaal uit. Omdat het toch wel afhangt van bepaalde factoren. Als wij 1 juni waren gestart en zeker nog 8 juni, dan hadden we tenminste de ruimte om het examen af te nemen. Er zijn allemaal voorstellen en een van die ideeën is om de vakantie eerder te laten beginnen. En dan is natuurlijk de vraag wie gaat over en wie blijft zitten. Ik kan op dit moment nog geen datum geven, let wel. Dat zou even prematuur zijn. In een eerder stadium was er aangegeven dat leerlingen zouden doorstromen. Maar let wel, er is duidelijk aangegeven op basis van toetsresultaten dat leerlingen zullen moeten doorstromen. Wanneer we zeggen dat leerlingen doorstromen, dan moeten ze ook beoordeeld worden. En hoe gaan ze dan beoordeeld worden? Dat kan je alleen maar door die toetsen af te nemen. Je moet een toets afnemen om dat te kunnen beoordelen. Want je moet uiteindelijk een cijfer hebben. En dat zal natuurlijk bepalend zijn of dat kind doorgaat. Aan doorstroom heb je natuurlijk voorwaarden. En dat moet uiteraard worden voldaan aan die voorwaarden. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.